Dat was een mooie klim. Ja. Maar hoog, hè, hier? 163 treden, ja? En 33 meter hoogte boven kamp op de Nieuwe Toren. Wat een prachtig uitzicht. Maar wat is nou het verhaal over die koe? Nou, het verhaal gaat dat hier gras en mos groeiden en ze hebben een koe naar boven gebracht om het op te eten. En is die koe echt boven geweest? Nee. Die is halverwege helaas gestikt. Godverdomme, had je kunnen weten, hè? Ja. Als ik aan Zwolle denk, dan denk ik aan de fundatie. We zijn het iconisch gebouw van de stad, maar wij zijn ook dat internationale kunstmuseum in die internationale stad. Dus een oude Hanzestad die eigenlijk een beetje wereldstad is. En dat was die toen en dat is die nog steeds gebleven. En dat hebben wij hier ook. Wij laten internationale topkunst zien, de beste kunst van de wereld. Zwolle, fundatie, Nijenhuis, naar het prachtige oosten. Wat een mooie plek is dit. Ja, voor mensen is het heel bijzonder omdat het midden in het historisch centrum van Zwolle staat. Op het moment dat mensen hier binnenlopen is het echt het oude orgel. De schilderingen op het plafond. Heel veel boeken. En daarnaast is het natuurlijk heel leuk dat we een brasserie hebben. Ja. En het bijzondere daarvan is dat we daar een podium in hebben waar we ook gewoon concerten kunnen geven.